Goedenavond jongens. We zijn vandaag in Frankrijk. Nou, zoals je op de achtergrond al ziet, samen met mijn broer. We zijn echt bij een prachtig plekje aangekomen. Mooi lichtstromend riviertje. We hebben hier al een beetje rondgelopen en verderop zagen we echt dikke karpers zwemmen. Alleen daar mag je waarschijnlijk niet vissen, want we moesten een hek passeren met stroom erop en in de verte zag je een huis staan. Maar goed, dit ziet er ook prachtig uit. Ik zie ook al wat vis grazen. Het begint alleen wel een beetje te regenen. Ze voorspellen al de hele dag onweer en ongein, maar het is allemaal uitgebleven. Dus hopen dat het nu ook bij een paar drupjes blijft. Nou, het voelt wel aan alsof we in de tropen zijn. Het schudst aan alle kanten eruit. Maar ja. Beter dan al die koude ellende tot nu toe. Daar mogen we niet aan klagen. We klagen om een beetje hoge luchtvochtigheid en een warm temperatuurtje. Ja, voor de vis is dit altijd of heel goed of heel slecht. Daar kun je eigenlijk weinig op zeggen. Maar ga ik voor goed? Ja, we gaan gewoon voor goed. Dan begin ik deze alvast even met maiskorreltje. Een paar maaien eraan. Eens even kijken hoor. Dan heb ik hier een mallet feeder hengeltje. Haribo smel hangen we eraan. Ja, ja, ik had er nog wel een paar. Lekker man. Ja. Wat het is? Het is iets kleins. Een kopvondje. Ik ga even schep net pakken. Oh, mooi formaat, kop van. Shit. Oeh, dat ging me net goed. Wat is dit voor een gast? Heb ik ja. Nou, mijn grootste. De kopvorm is 43, dat is eigenlijk maar gewoon een kleintje. Dus deze. Dit zou zomaar eens mijn PR kopvorm kunnen zijn. Die kun je goed eten toch? Ja, op de Haribo smel. Mooi vis man. Hem opeten? Ik ga mijn PR ga ik niet opeten. Mijn PR ga ik niet opeten. Nee, die heb ik echt serieus. Dat zijn ook maar kleintjes die ik heb gevangen. Hier in deze 55. Ja, dat zijn gewoon. Oh wacht, nee. 50. Nou jongens, tijdens het installeren gelijk succes. Een mooie kop voor 50. Ja, voor mij een PR. Mijn grootste kop voor die stond op 43. Dat is maar kleintjes, ze worden wel een stuk groter. Maar ja, ik vang ze niet zo vaak. Op de wafter, op de met het vierde Haribo smel. Mooi vis man. Ik vind het toch altijd wel indrukwekkende beestjes. Broer wou hem opeten, maar dat gaan we niet doen. Ga niet per opeten, dat doen we niet. Dag Pia. Oké, dat was wel een beetje jammer van de release, maar... Ja. Nou, mooi niet opeten. Sorry. Hij denkt nou dat hij ontsnapt. Ja, ja. Gaat hij heel stoer aan zijn vrienden vertellen. Ja, ik was gevangen, maar ontsnapt. Die gast die wou me opvreten. Gaat mooi niet door. Nou, gooi deze mooi weer terug op hetzelfde plekje.
Tuin daarheen? Ja, daar, bij dat boompje met die takkenrotzooi. En daar dan 2 meter van de kant af. Ja, perfect. Dan ligt die mooi. En dan moet je eigenlijk jouw dobbertje, die moet je hier misschien langs het kantje laten gaan. Nog wat een pallets erbij. Nou, helaas nog niks meer gebeurd naar dat kopvorentje. Zit er nou 1,5 uur denk ik. Ja. Spiculatus. Ja, zit er nou 1,5 uur. Ja. Ah, nu begint het ook weer een beetje af te koelen. Hij zwemt hierin. Doe maar eens proberen. Ja. Zijn klein. Volgens mij een klein kroeskarpetje. Een giebel. Ja, kijk nou, een giebeltje. Ja, een schiebeltje. Mooi beestje. Mooi beestje. Mooi lange fin heeft hij. Een soort van pinnen zitten. Ja. Harde fin. Ja, 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 er zit ook een pinnen. Bij karpers ook. Ja. Klein maar fijn. Nou jongens, een giebeltje. Ho. Doei. Het ligt aan de plek. Iets groter dan die andere. Dat is een braafje. Een giebeltje. Nou jongens, mooi giebeltje. Ah, is goed. Ja, mooi. Hij is een keer, hij is een keer goed gepakt, zie je. Mooi brother. Leuk, leuk, leuk. Kijk hier jongens, en gewoon een alfertje, klein alfertje op de wafter. Oh, ik dacht even, die had er een dikke aan. Nee, weer een giebeltje, een giebelspot. Nou jongens, het is bij een kopvorm en wat giebels gebleven. Geen kaartje meer. Maar goed, PR, kopvorm, daar doen we het voor. Dat het erg vindt. Nou, leuk kaartje, wel leuk. Ik had ook wel goed vertrouwen erin dat het zou gebeuren. Maar... Oké jongens, staan we weer. Net eten achter de kiezen. Vrouw met kleintjes bij de tent. En ik sta met mijn broer weer echt op een prachtig plekje. Een heel mooi meertje. Adembenemend. Misschien al wat activiteit. Aasbellen. Verbeterde laatst iemand mij. Koeien die doen grazen. Vissen die doen aasen. Ja, het ziet er gewoon mooi uit. Heel veel plompjes. Het is niet helemaal duidelijk of we hier wel mogen vissen, maar ja. Ja, het meer staat te koop. Het meer staat te koop, dus we doen net alsof we potentiële kopers zijn die even gaan checken van ja, is het ons geld waard? Ja, even het water testen. Ja, even het water testen.
Een soort bezichtiging. Nou, we willen weten of ik kan vissen, anders moet ja, ik ja, niet ja, gaan, ja. Hoor. Maar wij gaan snel de hengeltjes optuigen, want we hebben niet heel lang voordat het donker is. Anderhalf uur. Eens even kijken, wat hebben we bij? Met het vierde spul. Ik heb hier deze, die hak ook, die heb ik nog niet eerder geprobeerd. De Big 2-2. Nou, zou voor grote vis en diep water moeten zijn. Volgens mijn broer is die best diep. Gaan we zo checken. Gewoon voeren. Pallets om te voeren. Nog meer met het vierde spul. Mijn klassieke aasje. Maaien, wafters en boilies. En brood. Ik ga een dobbertje uitgooien met een pluim brood eraan. Daar beginnen we even mee. Nou, ik hier een karpenhengeltje met een Scopex boilie en een halve aardbei boilie. Ik zie daarachter tegen de lelies aan de nodige activiteit. Dus daar gaan we deze mooi tegen aanleggen. Nou, die had eigenlijk iets verder gemoeten. Laat hem gewoon even liggen. Oké, jongens, ruim een uur onderweg. Kleine visjes kan je hier zoveel vangen als je wil. En de hengels voor de grote vis, daar gebeurt nog vrij weinig op. Je hoort ook de grote vis vooral daar helemaal achter plonsen. Maar we hopen dat die in de avond wat meer deze kant op komen. Daar ligt een hengeltje, daar ligt een hengeltje. Van mijn broer ligt daar een hengeltje, daar een hengeltje. En hier nog twee dobbertjes. Nou, hebben we er nog vertrouwen in? Alle vertrouwen. Alle vertrouwen. Ja. Gaat goed komen. Nou jongens, 5 uur gezeten. Ja, ruisvorentjes kan je hier zoveel vangen als je wil. Maar grote vis hebben we niet mogen aanschouwen. Ja, jammer. Het zag er mooi uit. Ik schrok me kapot, joh. Ik ging er bijna op staan. Mooi jongens, ik sta op een plekje waar ik 15 jaar geleden altijd op visvakantie ging met een maat van mij. Het ziet er nou wel heel anders uit. En het is ook in de buurt waar we zaten, dus we zitten nog steeds in Frankrijk. En, het is wel wat veranderd, wel even zoeken. Maar uiteindelijk toch wel weer een mooi plekje gevonden, hoop ik, denk ik. De weersomstandigheden zijn goed. Het heeft nog flink geregend. Pannetjes. Pannetjes staan klaar. En het lekt een beetje. Let's do it! Ja, we rollen hem al op! Ja, dat is altijd goed voor de vis. Vooral na die drukkende dagen. Als er een flinke plens water valt, dan koelt het water lekker af en wordt die vis wat actiever. Een Engels optuigen en hoop op leuk visje. Die brother. Zeker.
kaap eigenlijk slecht maar mooi hier tegenaan. Voelt als een braas. Net een handdoek. Ja. Zou je het schep net kunnen pakken, ballen? Waar had je meer van of niet? Ja, wat is een idee? Ik heb ze daarmee zien vissen waar wij heen gaan. En dat beest is een raas. Het is wel echt een lap. Ja, dat is een beetje. Nou, dat is niet waar we voor komen, maar wel een dikke brazen van 60. In ieder geval actie. Kreeg ik mooie beet op mijn dobbertje, maar die sloeg finaal mis. Dit is geen brazen. Ik denk kopvorm. Dikke zilt. Ja, hoe ga ik dit doen? Oh, ik stap hier bijna in een gat achterover je. Het water in. Nou jongens, eigenlijk iets van noemenswaardige vis. Mooie zilt, rond 50. Ja, wel jammer dat het statiefje net uit stond. Het aanbeet staat er niet op, dus dat is wel jammer. In ieder geval wel een leuk visje. Nog niet helemaal waar we voor komen, maar hopen dat die ook nog volgt. Daar is hij. Hey daar, jongens. Niet waar we voor kwamen. Er is maar weinig gebeurd. Toch weer 5 uur gezeten. Een zeeltje en een brazen. En een kopvoortje. Van 1,05 meter. 150 millimeter. 150 millimeter, ja. Nee, het was niet van soeps. Maar ja. Af en toe mijn vis. Hè. Ik denk ook dat het gewoon niet helemaal lekker zit met weer. Want het lijkt onderhand niet uit te maken waar we zitten. Overal niet echt juf van het. Terwijl hier weet ik gewoon, hier zit gewoon goed vis. Ik heb hier in het verleden al zoveel gevangen. Altijd wel een babeel voor karpen. Maar goed, daar hebben we nu allemaal gereed aan.
Ja, als we nog een sessietje hebben, dan gaan we hem in die box zetten. Als laatste uur heeft geslagen. We gaan er allemaal aan! We komen hier niet meer levend weg!